15.500 toeschouwers, die moet je verdienen. En dus haalt Antwerp Giants in het Sportpaleis het grof geschut boven om het publiek te verwennen. Er zijn dansers die hun beste beentje voorzetten. Er is de onvermijdelijke Reggie die plaatjes draait. En zelfs burgemeester De Wever draaft op om de opworp te doen. Het publiek ziet dat het goed is en zo winnen de Giants ook heel wat nieuwe zieltjes. Komt u vaker kijken naar de Giants? Naar rechtuit gezegd, mijn zuster Mira als ik. Maar sowieso speciaal matchen, dat kan wel ze wel eens zien, ja. Wat vind je van de sfeer in zo'n vol sportpaleis? Fantastisch, ja. Ook de toekomstige coach van de Giants, Paul Vervaak, is onder de indruk van de sfeer. Hij staat alvast nog meer te popelen om aan zijn nieuwe job te beginnen. Ik vind dat uniek en ik vind het ook geweldig. En alle mensen zijn heel enthousiast. Ik zeg het nog eens, promotie voor het basketbal in België algemeen en zeker voor Giants. Toch is niet elke fan helemaal overtuigd van het uitwijken van de Giants naar het Sportpaleis. Ik vind dat eerlijk gezegd niet slecht. Maar aan de andere kant zit ik toch liever in mijn vertrouwde Lotto-arena. Ja, ik weet eigenlijk niet. Het is allemaal wel groot, het is anders. Maar nee, geef mij maar de Lotto-arena. Ja, veel knussen, veel gezelliger. Niet onbelangrijk, de Giants wonnen hun partij ook. Een verslag daarvan krijgt u in Score op zondag.